Lviv. De vakantietijd is weer aangebroken, dus daarom hebben we in deze gadgetrubriek vakantiegadgets. En wat heb je naar huis gehaald? Als je straks lekker op vakantie gaat, heb je de kans dat je ergens in een koud gebied terechtkomt. Nou, wat doe je dan? Dan pak je gewoon een lekkere warme jas en dan zit je goed. Maar het kan nog beter met deze jas. Maar die jas ziet er heel normaal uit. De jas ziet er op het eerste gezicht normaal uit, hij is ook wel normaal, maar er zit een setje batterijen in. En die batterijen verwarmen de jas, dus je hebt eigenlijk een soort verwarming in je jas. Of zeg maar een zelfverwarmende jas. Maar als de batterijen op zijn, moet ik dan mijn jas weggooien? Nee, dat hoeft gelukkig niet. Die batterijen in de jas kun je opnieuw opladen en dan verwarmen ze weer. En wat kost zo'n jas nou? Zo'n jas betaal je ongeveer 635 euro. Heb je nog iets anders voor de reizigers? De meeste reizigers onder ons nemen hun mobieltje mee op vakantie, of hun pocket PC, of hun GPS, zodat ze de weg weten in de berglandschappen. Leuk speelgoed allemaal, maar het werkt op batterijen. En die dingen gaan altijd leeg op de momenten dat je het niet kunt gebruiken en momenten waarbij geen stopcontact in de buurt aanwezig is. Met dit apparaatje kun je apparaatjes opladen op zonne-energie, dus je hebt verder geen stopcontact nodig. Ideaal, en wat kost dat? Voor deze zonne-energielader betaal je ongeveer 90 euro in de winkel. Ik heb nog iets leuks voor de reiziger. Als jij buiten bent 's avonds en je bent je favoriete vakantiedagboekje aan het bijhouden, dan heb je geen licht meestal. Zeker niet als je op een camping zit of ergens bent terechtgekomen midden in de bossen. Dan kun je aansteker erbij houden en alsnog je krabbeltjes opschrijven. Maar dat hoeft niet met deze pen, want deze pen heeft een ingebouwd lichtje. Dus je hebt altijd licht bij de hand. Fijn. En wat kost die pen? Voor deze pen betaal je ongeveer 10 euro. En wat heb je nog meer? Ik heb een verrekijker voor je in huis gehaald. Nou, dat is natuurlijk heel leuk als jij in de natuur bent en leuke dingen wil zien. Of bij een concert, of bij een theatervoorstelling, of op een terrasje. Ja, maar een verrekijker is toch niet nieuw meer? Nee, een verrekijker op zich is niet nieuw, maar deze is wel heel interessant. Hij heeft een ingebouwde digitale camera. Dus je hebt een verrekijker en een digitale camera in één? Ja, het is een verrekijker met ingebouwde digitale camera. Hij is toch compact gebleven, ondanks de aanwezigheid van het cameraatje. De verrekijker zelf kan dingen tot 10 keer uitvergroten. De camera die erop zit doet het tot 8 keer. Hij heeft een ingebouwd geheugen, net als bij een normale digitale camera. Je kunt ongeveer 300 foto's op mindere kwaliteit opnemen en 80 foto's op hoge kwaliteit. En buiten dat er een digitale camera op zit, zit er nog meer extra's op? Er zitten een aantal extraatjes op. Die fotocamera kan bijvoorbeeld 3 beelden snel achter elkaar schieten als je een beweging op de gevoelige plaat wil vastleggen. En hij kan ook kleine filmpjes filmen, dus als je een leuke beweging ook wil opnemen. Wat jammer is dat de geheugenkaart van die camera niet uitgebreid kan worden. Dus je moet genoegen nemen met die 64 MB die erin zit. Verder zit er een USB-kabeltje bij en een cd'tje met software. Dat zet je op je laptop of op je pc'tje. En de beelden die je hebt genomen kun je doorsturen naar vrienden, kun je e-mailen. Of je kunt ze gewoon in je vakantieverslag verwerken. Handig. Hey, wat kost die verrekijker? Voor deze verrekijker betaal je ongeveer 199 euro. Was het dit met de gadgets voor vandaag? Dit was het, Lviv. Het zit erop. Het is vakantie, hè? Ja, ik ga jou een fijne vakantie wensen. En wie weet zien we elkaar in de toekomst. Oké, dag Dennis. Hey, groetjes.